Na een lang voorbereidingstraject met zijn uitdagingen kunnen we nu overgaan tot de ondertekening van de overeenkomst Nieuwbouwoperatiekamercomplex en uitbreiding intensive care afdeling. Woorden van AZP-directeur Claudia Marika Redan. Ze sprak vanmorgen bij de ondertekening van deze projecten. De Surinaamse regering is een leningsovereenkomst aangegaan met OFID, het fonds van de OPEC voor internationale ontwikkeling, ten behoeve van het project ter versterking van het gezondheidssysteem van het ministerie van Volksgezondheid. De uitbreiding en modernisering van de enige high- en intensive care unit betekent dat het ziekenhuis meer bedden zal hebben, zegt Marika Redan. Maar belangrijker nog, we zullen meer mensenlevens kunnen redden. We hoeven hier niet meer te verkopen. Het zorgniveau op de afdeling ICU en OK zal een volledige transformatie ondergaan. De nieuwbouw van de 7 operatiekamers zal voor Surinaamse begrippen state of the art zijn. We zitten midden in het transformatieproces van het ziekenhuis. Tussentijdse resultaten zijn zichtbaar. Maar ook het personeel die zich dagelijks inzet, doet een geweldige job. Het werkt ook mee aan het transformatieproces. Met de rehabilitatie van ons beddenhuis, de bouw van nieuw OK-complex, uitbreiding van onze ICU-afdeling, zal de dienstverlening naar een hoger niveau worden getild. Met gepaste trots zullen wij het aan het gewenst niveau halen, horende bij een academisch medisch centrum. De bouw van een nieuwe OK-complex en uitbreiding zal uitgevoerd worden door bouwbedrijf Kiesel voor een bedrag van ruim 5,6 miljoen US dollar. Alus Claudia Marika Redan. De directeur van het bouwbedrijf Kiesel, Kenneth Limapo, noemde het een bijzonder grote eer dat zij als Surinaams bedrijf in aanmerking zijn gekomen voor de opdracht. U hoort ook de minister van Financiën, Gilmore Hoefdraad, die aangeeft dat de rehabilitatie van het AZP in een zeer goed tempo plaatsvindt. Hij vroeg dan ook een warm applaus voor de directeur en haar team. Ik mag u rustig zeggen, en dat heb u ook gezien aan de inschrijving, heeft zijn potloodpunt heel erg scherp gemaakt. We zijn met een zeer scherpe prijs op tafel gekomen, waar zelf onze concurrerende Chinese aannemers die hier het beddenhuis renoveren, niet eens aan konden ruiken. Wij hebben de inschrijving van het beddenhuis jammer genoeg niet gekregen, want ook dat was voor ons een bijzondere uitdaging. Maar we hebben het waarschijnlijk iets anders ingeschat dan onze concurrenten hebben ingeschat en wij hebben het jammer genoeg niet gekregen. Daarom was het voor ons een zeer hoge prestige kwestie om dit te gaan doen. We zijn 35 jaar in dit bedrijf verder en we hebben al hele grote gebouwen gedaan. Een heleboel mensen zullen ze wel kennen, Royal Torarica, het hoge gebouw van Integra Marine, etc. En eigenlijk vind ik het jammer dat onze Surinaamse aannemerij onderschat wordt in hetgeen we wel of in hetgeen we niet kunnen. En er op dit moment toch een aantal projecten zijn die door buitenlandse bedrijven worden gerealiseerd. Maar er is niks zo mooi als je leningen kan sluiten of gelden beschikbaar kan stellen en zien dat het op de juiste manier wordt besteed. De regering is reeds in 2014 vanwege het enorm belang van de gezondheid voor alle burgers een lening met OFID aangegaan van 26,5 miljoen dollar, namelijk het Health Improvement Project. Deze lening met OFID heeft 4 componenten, te weten de civiele werken. Hieronder valt de rehabilitatie van het AZP en de constructie en de rehabilitatie van de regionale gezondheidscentra. Aanschaf van equipment voor het AZP en de RGD-centra's, consultancy services en institutional support. Na het beddenhuis is het vandaag de beurt van het ondertekenen van het contract met bouwbedrijf Kiesel voor een bedrag van 5,6 miljoen. We praten hier over 6 nieuwe operatiekamers, de centrale sterilisatieafdeling en een nieuwe intensive care unit met 8 bedden, inclusief de harde operatiekamer. Ik heb het zelf gezien, een van mijn bezoekjes ben ik daar geweest en ik weet dat ook op al deze afdelingen de nood heel hoog is.
Dat was dus Gilmore Hoefdraad, minister van Financiën. En daarvoor zag u Kenneth Limapo van het bouwbedrijf Kiesel. De startdatum van het project is 1 augustus 2019. De oplevering moet rond mei 2020 geschieden. De bewindsman gaf nog aan dat de gezondheidszorg een prioriteit van de regering blijft. De kosten binnen deze zorg blijven stijgen, waardoor de totale samenleving de plicht heeft om meer aandacht te schenken aan preventieve maatregelen. Aldus minister Hoefdraad vanmorgen bij de ondertekening van de overeenkomst Nieuwbouw Operatiekamercomplex en Uitbreiding Intensive Care Afdeling.